Dag dames en heren. Het is onstuimig op dit moment buiten en op de stranden. Daar is een enorme hoeveelheid schuim afgezet door de stevige wind. Ja, het lijkt op dit moment meer herfst dan voorjaar in Nederland, want er trekken ook nog eens talrijke buien over. En dat alles heeft te maken met een lage drukgebied. De kern ervan ligt op de Noordzee en trekt richting Denemarken. Daaromheen een krul met bewolking. Afgelopen nacht is dat gepasseerd, heeft ons regen opgeleverd. Maar daarachter zitten nog talrijke buien en die kunnen we dan weer heel goed terugzien op de regenradar. Het hele land heeft ermee te maken en zo af en toe zitten een paar van die hele felle buien tussen. En bij de buien kan vandaag ook onweer en hagel voorkomen. En omdat het zo stevig waait, komen er ook forse windstoten voor. Landinwaarts bij de buien uitschiet is dus richting zo'n 75 km per uur. Maar in de kustgebieden rond het IJsselmeer, ja, daar kan de wind soms uitschieten richting de 90 km per uur. En om het compleet te maken, de temperaturen liggen vandaag ook op een laag niveau hoor, een graad of negen. Terwijl 16, 17 graden veel normaler is in deze tijd van het jaar. Vanavond dan neemt het aantal buien af. In het noorden van het land staat dan nog steeds een windkracht 7 tot 8. Iets dat we ook vanmiddag hebben. Maar vanuit het zuiden neemt geleidelijk aan de wind wat in kracht af. En ook vannacht wordt het voorzichtig wel wat rustiger. Er blijft een enkele bui over het land trekken. Maar er zijn ook wat meer opklaringen. De temperatuur kan dalen tot een graad of 4. En morgen een afwisseling van zon- en stapelwolken. En ook een aantal buien. En net als vandaag is er ook weer onweer en hagel mogelijk. En veel warmer dan een graad of 10. Wordt het niet. Maar de temperatuur gaat in het weekend duidelijk omhoog. We zien nog wel in eerste instantie een paar kille dagen met ook nog een paar buien. Maar de neerslag die in het weekend valt is minimaal. En kijk eens naar de temperaturen. Zondag gaan we zelfs royaal boven de 20 graden uitkomen. In het zuiden van het land is misschien wel een zomerse 25 graden mogelijk. Fijne dag verder.